Hey mensen, what's up? Welkom weer bij Minecraft Avatar aflevering. Heel veel alweer, we zijn al best ver, ja. En de tempel is al zo goed als klaar, dus we kunnen beginnen met andere bouwprojecten. Maar vandaag heb ik iets anders in gedachten. Want ik kreeg een bordje en het werd wel een keer tijd dat ik dat dus ging doen. En dat bordje heeft me even herinnerd aan het feit dat ik het ook nog moet doen. Lies. Jamie, Tamsin struis volgen, want volgens mij rennen ze best hard en dan hoef je geen paard. Nee, dat klopt, dan hoef ik ook zeker geen paard, dan hoef ik geen stink Hendrik hier. Ik heb wel een Diamond Horse. Misschien wil ik wel een Hendrik. Nee, ik ga voor de Oistrich. Want we gaan een Oistrich hebben. Want die Oistrich, die accelereren heel sloom. Maar uiteindelijk rennen ze heel snel. En dan gaan we met een Oistrich op avontuur, ja. Maar eerst, voordat ik dat ga doen, moet ik eerst mijn Oistrich armen hebben. Mijn Oistrich, woven armen. Chainmail Oistrich armen. Ja, dat is heel goed. Maar ik moest ook een zadel hebben, toch? Oh, dit wil ik wel even doen trouwens. Dit wil ik even doen. Ik heb nog wat dingetjes wat ik aan jullie moet laten zien. Want ik heb mijn skills een beetje geleveld van aarde. Dan ben ik weer verschillende dingen tegelijk aan het doen. Deze unit is max level. Die heb ik even op inzet. En dan wil ik even sandbending leren. Ja. Hoppatee. Sandbending in de pocket. Heb ik nog scrolletjes daar? Universal scrolls, where you with? Ik heb nog maar één universal scroll. Hoppa! Even kijken, wat sandbending. Oh, je hebt maar twee skills. Sandprism. Oh, dan kun je dingen vastzetten. Dat is cool. Sandstorm. Ja, dan gaan we eerst maar voor de sandstorm, of niet? Oh, zijn er echt skills wat je alleen in de desert kan doen? Maar toevallig leven de Oistrich in de desert. Dus dat is heel goed. We gaan eerst die sandstorm even leren. Kijken wat er allemaal uitkomt. Waar was ik nou mee bezig? Ik doe weer 100 dingen tegelijk. Dat moet ik een keer niet doen, want dat is irritant. Oh man, deze moet ik nog even in de kist doen, de boekjes. Kijk aan wat voor boeken ik nog allemaal heb. Ik moet nog levels hebben. Oh, wacht. Geef maar 2 seconden, want ik kan power 5 op mijn boog zetten. Als het goed is. Kijk eens. Ik denk wel dat die nou aardig goed geen chance. Dan hebben we nog een aantal dingen. De armen moet ik sowieso even repareren. En beter een chance opzetten. Dat is ook niet heel goed. En een broekie hebben we ook niet. En die is wel goed. Helm hier op zich wel aardig. Ja, scheppen geloof ik ook wel. Maar de axe ook helemaal niet. En de pickaxe is ook niet. Nee. Maar dat komt allemaal nog wel. Maar ik zat te kijken of ik nou een Oistrich zelf moest hebben. Want ik heb dus alleen een armor nou in mijn inventory zitten. Nee, ik denk het wel. Ik denk ook gewoon mijn chainmail Oistrich armor moet hebben. Ik ga gewoon weg. Ik ga het gewoon doen. Ik ga richting de woestijn. We gaan even kijken wat het allemaal kan. En, oh nee, wacht joh. Wacht. Eerst wil ik dit nog even laten zien. En dan ga ik naar de woestijn toe. Kijk dit. Look at me. Of hebben jullie dit al gezien? Volgens mij hebben jullie dit al compleet gezien in de vorige aflevering. Volgens mij. Dit hebben jullie gezien toch? Kut. Ik ben het gewoon compleet vergeten, maar volgens mij wel, hè. Chaka, bom. Ik vind hem wel echt heel dik, maar ik vind hem een beetje waardeloos. Maar urban moet je echt een vlakke onder vloer hebben, want anders werkt het niet goed. En sandbending. Oh, yo, ik kan gewoon een tornado jeeten. Oh, dat is wel cool. Oké, leuk, sandbending. Maar dat wil zeggen dat we urbanning dus ook al een beetje hebben uitgespeeld. Nou, of ja, ze moeten allemaal nog wel geleveld worden natuurlijk. En ik heb nog airbending scrolls. Die heb ik nog wel. Oistrich! Hey, maar dit is wel moeilijk. Er zit een dikke zee tussen mij en de desert in. Hoe ga ik dit doen? Misschien moet ik even een andere desert vinden dan of zo. Kijk, even die kant op vliegen. Auw. Als ik hier toevallig even een desert kan vinden. En de Momo trouwens. Ik heb Momo nog helemaal niet gezien. Ik heb die mods er wel in zitten. Maar volgens mij werken sowieso een aantal mods niet. Want ik heb veel meer mods in deze modpack zitten. Maar ik zie er heel veel gewoon niet. Dat is wel gek eigenlijk. Oh, hier heb je ook Oistrich. Dat is goed. Oké, we gaan de Oistrich meenemen hier. Oistrich. Hé. Hey. Kan ik op jouw rug, Oistrich? Oh, ik zit er al op. Dat is makkelijk. Oeh, die zijn snel. Broer. Kijk hem gaan dan. Coördinaten, ik moet naar 0-0. Ongeveer 0-0, dus vooral deze kant op. Gas, dit ding is niet normaal snel. En hij is bijna dood. Ah, wacht. Ik denk dat dit echt paardvervangers zijn. Maar deze oyster is bijna dood. Misschien kan ik eentje vinden dichter bij de base. Ik ga even verder kijken. Ik zie geen oystrich. Waar zijn de oystrichs? Want dit is de village en daar is mijn tempel al. Oh shit. Zandtornado. Bam. Oh shit. Dat is best handig. Moet je nagaan. Ik doe die zandtornado erop zo. Ze vliegen allemaal in een groepje zo weg. En dan zap ik hem. Ik zap hem. En dan die stroom. Oh, dit kan pijn doen. Ah. Ah. Zap hem. Yeah. Oh, super grappig. Ik kan dus ook een sand prison doen of zo. Bye bye. Oh, maar dat doet verder geen damage, of wel? Nee.
Ik giet alleen mensen weg. Maar met deze daarentegen... Chaka! Hij doet niks. Nee, die Urban... Urbanding is kapot! Urbanding is kapot. Hey, maar even. Kijk mijn tempel shinen daar. Met dat blauwe vuur, dat gele vuur. Super vet, hé. We gaan een papelange brug bouwen. We zijn ready. We gaan een brug bouwen van weet ik veel hoeveel blokken. Maar het zullen er genoeg zijn in ieder geval. Dat weet ik wel zeker. Daar ben ik van overtuigd. En oh mijn god, laat een keer even dag worden. Jemig, ik kan slapen. Stink monsters. Ah, weg man. Yo, morgen. Het is wel licht. Wat een gezeik. Die dagen die duren veel korter dan de nacht, heb ik het gevoel. Nou, we moeten helemaal naar die site. Dan bouwen we hem, denk ik. Stom is, de oystreak moet ook nog omhoog kunnen komen op een of andere manier. Nou, ik zou zeggen, tot over 600 jaar. Dan heb ik deze brug waarschijnlijk wel een keertje af. Hij wordt ook nog maar één breed. Want als die oystreak dadelijk nog van de brug afvalt... Dan zit hij weer in dit water te koekeloeren en dan word ik er afgegooid. En dan gaat hij waarschijnlijk ook weer dood of zo. Of kan hij weer niet op de brug komen omdat het allemaal zo ingewikkeld is en zo, hè? Ja, wat een moeite voor een oystreak. Ik bouw een hele brug om het struisvogel bij mijn beest te hebben. Oh, dat gaat 10 keer zo snel, joh. Hoppatee, nieuwe manier gevonden. En nou is het moment van de waarheid. Gaat hij het halen of gaat hij het niet halen? Ik heb nog 20 blokken, dat gaat hij nooit halen. Dat gaat hij nooit halen, dat redt hij echt niet. Nee. Ik moet nog even blokken hakken. Ik denk dat ik hier gewoon een beetje dirt van de zijkant afschraap. Kijk, nou, het kwam toch aardig in de buurt nog. Nou, kwam ik in de buurt. Altekend, weet je. Rat, kijk, dat is mooi. Ik heb toch een goede schep. 37 dirt, iets meer nog. En dan zullen we zat hebben. 52, 53, 57. Kom op, knallen. Volgens mij heb ik maar 20 nodig. We hebben een brug naar de andere kant. Dit is die slangenpas. Weet je? Ja, dit is die slangenpas, kijk. Vlieg. Waarom vlieg je niet? Ai, caramba. Scheiße, meisje, mijn elytra is kapot. En dan moet ik van die phantom dingen hebben om te repareren, zeker. Kan ik ook niet vliegen, dan moet ik echt gaan lopen naar de oystreak. Oystreak, why you do this to me? Oystreak maakte mij moeilijk. Ik wist, jongen. Ik wist het gewoon dat oystreak een moeilijke aflevering ging worden voor mij. Ik wist gewoon dat er dingen gingen gebeuren die ik niet wou dat ze gingen gebeuren. Oh, maar dit is nou... Oh, wacht eens even. Wow, hallo. Waarom denk ik hier niet eerder aan? Ik heb deze unit toch gewoon nog. Hoppatee. Dan kunnen we lekker snel. Vliegen. Ik zet wel het hele bos in de fake. Maar ja, boeien. Dat is nou eens even super handig. En als ik watermeester was geweest, dan kun je letterlijk over het water heen sliden. Ja, dat schiet echt wel op. Dat is iets beter dan lopen. Ja, oystreak. Yes. Ja, heel veel oystreak. Ik zet ze allemaal in de brand. Maar dat maakt niet uit. Kijken of hier nog benders zijn. Dit is een airbender, level 1. En hier nog eentje. Maar ik wil jullie scrolletjes. Hey, why you do this, man? Hij keek me zo aan. Hey, why you do this, brother? Why you do this? Wajo! Zandpilaar! Zandpilaar! Bam! Sick! Maar dat ding is... Die attack is zo waardeloos voor de cheat die je nodig hebt daarvoor. Hè? Dat is niet normaal. Kom, geef me een scrolletjes. Geef me die scrolletjes. En ik heb een universal scroll erbij. Dus ik kan die sand trap even gaan upgraden. Die er wel cool uitziet op zich. En als je kijkt naar de maximale levels hiervan... The prisoner takes damage after being freed. Freed. Oké, als hij vrijkomt dan krijgt hij damage. The sand can't be blown away by airbenders. And deze whirling sand grains cause continuous minor damage to the targets. And sandstorm moves much faster and isn't disrupted by airbending. Dus ik denk dat ik bij deze voor de allebei voor de damage moet gaan. Want we hebben niet echt airbenders waar ik tegen moet vechten ofzo. Dus dan doen we dat. Hier, sand prison, bitch. Sand prison, big. Blap. Oh, dat is wel... Dat is oprecht best nice. Super chill. Oh, yo. Zou dat werken tegen de Widderbos? Als dat tegen de Widderbos werkt, dan heb ik echt een gat in de markt, jongen. Die zet gewoon de hele tijd vast. Spies! Spies! Kijk eens aan, hé! Hey. Aardrijk oystrich armetje. Dik en dik. Nou, ik doe even mijn cape uit, hoor. Ik zet mijn diamond armor in. En dan zijn we gangster. Kijk hier. Wij zijn van het aardrijk. De oystrich riders. Van Basing C. Niemand heeft iets te zeggen. Welke richting moet ik uit? Oystreak. Oh, die oystreak is snel, gek. Dat is echt niet normaal. Die zijn echt reet te snel. En dan krijg ik ook heel reet te makkelijk fall damage. Maar jemig, man.
En dan zitten we in de nacht, zitten we te rennen weer tussen al die mobs door. En dan moet ik ook nog maar even mijn weg terug zien te vinden. Ja hoor. En al die creepers. Oh nee, ik wil geen creepers. Spring, Oistrik. Mijn game gaat er gewoon zelfs van lekker, man. Oh, dat ding is echt reet te snel. Oeh, maar ik moet niet ook niet zo omlaag vallen. Oh, jemig, man. Mag ik even, Oistrik? Als hij doodgaat voordat ik bij de beest ben, dan ben ik echt boos. Dan word ik echt boos. Ja, nu hebben we weer een dikke freefall omlaag. Nee, hoe geef ik jou eten? Even opzoeken. Google. Hey Siri, how to feed Oistrik. Minecraft. Een optie die ik gevonden heb. Is Loof Crow fietsen op vleugelboot inhouden? Wil je deze... Nee. Hey Siri. How to feed Oistrik in Minecraft Avatar. Oké, dit heb ik op het web gevonden voor How to feed Oistrik in Minecraft Avatar. Kijk maar eens. Oké. Komt in de buurt. Thanks Siri. Wat eet een Oistrik? How to heal Oistrik. Zat er niet bij. Oké. Ja, nou ja, dan moet hij maar gewoon niet doodgaan. Ik kan hem in het water laten rennen. Ah, nee! Nee, stop! Oistrik, stop! Oh man, oké, we leven nog. Maar dat is al 3,5 hart vanaf, man. Hulu. Ren op! Hulu. Dit is echt stressvol! Kom op, man! Kom op. Gasten. Dat ziet er ook uit, jongen. Ik wil dadelijk gewoon een lange vlakte hebben. Dan kunnen we even Oistrik race door. Ik moet dit ook flink afremmen, man. What the fuck? Nou moeten we hier nog even een klein stukje lopen. En dan zijn we ons goed bij de brug aangekomen. Ja, hier rechts is het ongeveer. Ja, zie je? Ah. Ja, we zijn bij de brug. Oistrik. Now is your time to shine. Oh, yo. Ja, kijk dit hoe snel die is. Ja hoor. Kijk die coördinaten gaan. What the fuck, man? Oké, nou hebben we nog een probleempje. Nou moet hij nog... Oh nee, geen enkel probleem. Ja, lekker bezig, Oistrik. Kom op. Oh, ik kan nog maar 4 hartjes. Ah, dat komt goed. What the fuck? Ja, heerlijk. Hier hou ik van. Let's go. Wel chill dat je ook letterlijk iets aan de mobs hebt die ze in deze mods hebben toegevoegd. Nou, we hebben een Oistrik in de basis. Let's go! En we zijn aan het einde van de aflevering gekomen. Als je een bordje wil verdienen, dan kan dat natuurlijk. Plaats een goede comment onder mijn video. Like de video. En abonneer! Als je dat nog niet hebt gedaan, check ook de beschrijving van de Instagram en de Discord. En ik zie jullie dan bij de volgende video. Hey, later!